Woensdagmiddag was de afsluiting van het project Muziekmaatjes in het Parktheater. Studenten van het SUMA hadden ieder een ouder maatje waar ze 12 weken lang elke week langs gingen om samen muziek te maken. Jacqueline en mevrouw Bloemhart kunnen het snel goed vinden met elkaar en zingen het ene nummer na het andere. Het project is vooral bedoeld om bij te dragen aan het welzijn van ouderen. En daarnaast om de studenten van de opleiding Sociaal Werk praktijkervaring op te laten doen. Muziek maken is één manier om een leuke tijd met elkaar door te brengen. Maar tijdens de afsluiting wordt ook een gedicht voorgedragen. Mijn muziekmaatje. We hadden al snel een kletspraatje. Gesprekken over vroeger kwamen al snel naar voren. Ik vind dat bijzonder, want toen was ik nog niet geboren. Maar als je niets hebt met muziek en ook niets met poëzie, dan moet je toch op zoek naar je gezamenlijke passie. Wij hebben allebei niet heel veel met muziek. Maar snel kwamen we erachter dat we één ding wel gemeen hadden. En dat was dat we allebei van PSV zijn. Dus...